Ja, dat is natuurlijk logisch, dat is ook heel belangrijk. Dat je op social media, daar mag je niet negatief uitlaten over AZ. Je mag ook niet in de vakanties meer gaan skiën, bungee jumpen, dat soort dingen allemaal. Op het moment dat hij dat wel gaat doen en er gebeurt iets, dan kunnen ze zomaar het contract verscheuren. In Next Gen Voetbalmakelaars volg ik jonge zaakwaarnemers die er alles aan doen om te slagen in de keiharde voetballerij. De belangen zijn gigantisch. Deze wereld staat erom bekend erg gesloten te zijn. Maar wij krijgen een uniek kijkje achter de schermen. Ik kan niet ontkennen dat het goed verdient. Het aanbod slaat nergens op. Wat drijft deze jongens? Waar leeftijdsgenoten voetbal zien als volkssport nummer 1, is het voor onze makelaars keiharde business. Ze willen, net als de spelers die ze begeleiden, de top bereiken. I love Leeds United. We have to man together. We zijn afgereisd naar Leeds, Engeland. Hier ontmoeten we Tim. Zijn kantoor heeft onder andere de deals gedaan van Neres en Anthony naar Ajax. Tim neemt ons mee naar een wedstrijd van Leeds United. Hier heeft hij verdediger Pascal Struik heen gebracht. Pascal is alleen wel geblesseerd en zit dus op de tribune. Hoe is het? Goed? Ja? Maar is het ook goed? Ja? Is het goed? Ja? Hoe is het met honden? Goed. En thuis? En thuis? Ja. Hoe lang kan je ze alleen laten? 4 uur. 4 uur. Nou. Cooper, hamstring? Lekker op, ja. Lekker op, hè? Altijd. Het is altijd zo. Ja. Het zal weer een week of 6 duren, denk ik. Dus, hoort erbij. Ja, goed, maar ja. Hoe is deze transfer tot stand gekomen met Pascal? Het is eigenlijk begonnen in 2017. Dan werd ik gebeld door zijn vader. Op dat moment zat hij op een doodspoor bij Ajax in onder 19. Dus eigenlijk heb ik toen tegen Pascal gezegd, als ik jou was, zou ik naar Engeland gaan. En ik weet wel een club voor je. Dus toen heb ik Victor gebeld. Victor Orta, dus de directeur van Leeds. En eigenlijk gevraagd om een stage. Toen is hij in januari 2018 op stage gegaan. Ben ik de eerste paar dagen meegegaan. En voor mij eind januari heeft hij zijn contract getekend. Begon in onder 23 en zo langzamerhand stappen gemaakt. En nu heeft hij al zijn derde contract getekend in 4 jaar tijd. Denk je dat Pascal hier had gespeeld als jij er niet was geweest? Nee, 100% niet. Waar had hij dan gespeeld? Nou, kijk, de meest logische stap zou zijn, je gaat van Ajax. Op het moment dat je bij onder 19 niet speelt, ga je misschien naar de KKD, hè? Dus de keukenkampioendivisie. Ja, en vanuit daaruit een carrière maken. Is ook niet slecht, maar dan kan het wel heel lang duren voordat je eenmaal eruit bent en voordat je op dit niveau komt. Want van een KKD naar de Premier League, ja, dan ben je wel jaren onderweg. Nou noemt men de Premier League een beetje het Walhalla, hè? Ja. Van het profvoetbal. Ja. Waar zit dat hem in? Nou, kijk, dit is wel de meest bekeken of het best bekeken competitie ter wereld. En dus qua televisierechten, weet je, dat levert het meest op. Kijk, voor mij is het ook wel Walhalla, want het is gewoon, de sfeer is er, de stadion zit er vol. Het zijn over het algemeen allemaal goede ploegen. Dus je hebt niet zoals in Spanje bijvoorbeeld Madrid en Barcelona en de rest is allemaal wel normatig. Hier is het allemaal aan elkaar gewaagd. Vorig jaar won Leeds uit bij Manchester City met 1-2 uit mijn hoofd. En kijk, wat dat betreft is het wel, ja, wel halal voor voetballers. Betalen ze hier ook het meest? Ja, jawel. Ja. Daar moet je dus belanden. In Nederland zijn we op kantoor bij Len. Len voert wat telefoontjes en hier blijkt dat het niet altijd om groot geld gaat. Ja, we hebben het contractvoorstel ontvangen. Ik was alleen benieuwd of er nog mogelijkheden zijn wat betreft rijbewijs en studiekosten. Dat hebben we ook wel eens met andere jongens gedaan, maar ik wil het even telefonisch bespreken voordat wij via de mail een tegenvoorstel eruit doen. Waar gingen deze gesprekken over? Nou, het ging een jeugdspeler. Krijgt zijn eerste contract, dus dat is een hele mooie waardering. En we hebben het voorstel ontvangen van de club. Alleen ja, wij willen graag nog 2 dingen toevoegen. Ja. Zoals je hebt kunnen horen, ja, gaat het om rijbewijs en een, ja, als een motiveringsbonus als die zijn studie haalt. Nou, als we dit kunnen toevoegen, dan zijn we, wat mij betreft, zijn we eruit. Is goed. Nee, dan zorgen wij dat wij dit toevoegen in ons tegenvoorstel en dan sturen we dit vandaag nog op. Maar de algemene opinie is natuurlijk dat het gaat om miljoenen, hè? En je belt een keertje, je pakt een ton, maar het gaat hier dus om klein bier eigenlijk.
Ja, de publieke opinie is misschien dat je met zo'n telefoontje in één keer heel veel honderden duizenden euro's kunt verdienen. Maar dat is niet het geval. Ik ben nu 4 jaar bezig. Ik ben begonnen met jongens van 15, 16 jaar. En als je een eerste contractje kan tekenen, ja, dan gaat het om niet zoveel geld. Dus en over dat kunnen wij een percentage factureren aan de clubs. Dus ja, die jongens die ik nu al een aantal jaar begeleid, daar heb ik gewoon veel tijd en energie geïnvesteerd. Ik heb kilometers benzine, noem het maar op, moeten investeren om de jongens te kunnen zien spelen bij wedstrijden. Je gaat af en toe een hapje eten, je gaat wat leuks doen. Dus de publieke opinie dat het snel geld verdienen is, dat is zeker in mijn geval gaat het niet op. Jules is bezig met de contractverlenging van zijn AZ-speler Fedde de Jong. Hij gaat thuis bij hem langs om de stand van zaken te bespreken. Fedde! Hey, Jules. Hey man, dat is goed? Lekker man. Goed je te zien. Hey, lang niet meer gezien. Hey, goed. Goed, ja, spannende momenten. Fedde. Ja, leuk. Dat is zeker leuk. Ja, ik heb dus een voorstel meegenomen. Ja. Zoals je ziet, het contract gaat dan in per 1 januari 2022 en loopt door tot 30 juni 2026. Ja, zoals je ziet staan, dat was in het vorige contract ook, is een arbeidsduur van 40 uur per week. Normaliter staat de regel dat op het moment dat je bij de A-selectie zit, dat je dan een auto van de club krijgt. Nou ja, hoe sta jij daarin ten opzichte van de auto? Hecht je daar veel waarde aan? Ja, het liefst wil ik wel gewoon zo snel mogelijk een auto van de club kunnen rijden. Mm-hmm. Dus als we dat kunnen regelen vanaf januari, zou dat een top zijn. Oké, ja, dan zullen we dat ook bespreekbaar maken met Max. Daarin vergeet wel niet dat je toch wel best wel een flinke bijtelling betaalt. Omdat de fiscale waarde van een BMW is best wel hoog. Ja. Dus dat moet je natuurlijk niet vergeten. Het enige is wel, er zit natuurlijk wel een tankpas in, verzekering, wegenbelasting. Dus dat zit er wel allemaal in wat je nu nog wel betaalt. Ja. Ze hebben ook een doorverkoop erin verwerkt. Nou, dat betekent dat je 10% doorverkoop hebt. Op het moment dat jij het heel goed zou doen en je wordt door een andere club gekocht voor 1 miljoen, dan krijg jij dus van de transfersom. Dus dat is heel fijn, want je kunt naast dus je tekengeld, je salaris, kun je zelf als speler ook dus wat in de doorverkoop verdienen. Okay. Ja, dat is natuurlijk logisch, dat is ook heel belangrijk. Dat je op social media, dat mag je niet negatief uitlaten over AZ. Mm-hmm. Je mag ook niet in de vakanties meer gaan skiën, bungee jumpen, dat soort dingen allemaal. Op het moment dat hij dat wel gaat doen en er gebeurt iets, dan kunnen ze zomaar het contract verscheuren. Dus daarom moet je wel echt opletten. Ja. Stel je voor, je gaat met skiën, scheur jij je voorste kruisband af en je ligt er 9 maanden uit. Ja, dan moet AZ jou 9 maanden doorbetalen, terwijl het extern is gebeurd. Dus daar moet je altijd wel heel scherp op zijn. Best wel apart ook, vond ik dan als leek, hè, om te horen dat er dan een arbeidsweek staat van 40 uur. Dat wordt gewoon vastgelegd. Dus. Ja, klopt. Ja, dat heeft natuurlijk weer mee te maken met de Belastingdienst, wat nou als hij geblesseerd raakt, dat soort dingen allemaal. Want ja, deze werknemers, voetballers, zijn natuurlijk gewoon fulltime in dienst. Er staat zelfs ook iets in over de vakantiedagen. Ja, dat is zo wettelijk bepaald. Deze deal. Hoeveel verdien jij hier aan? Mocht het lukken? Ja, dat is natuurlijk dat we krijgen dan een percentage over verder zijn salaris. Maar wij gaan dan niet verder op in de zin van dat wij nu gaan aangeven dit is het bedrag, want dan weten jullie ook wat verder ongeveer verdient. Dus daar kan ik niks over zeggen. Maar wij krijgen gewoon een x-percentage over de deal. Maar is dat percentage voor het bedrijf of krijg jij ook een bonus als persoon? Ja, beide. Ja. Dus als ik het goed doe, dat is ook mooi ook van deze constructie. Als ik het goed doe met mijn spelers, dan verdien ik ook meer geld. Dat noemen we win-win. Terug in Engeland zijn we onderweg naar het huis van voetballer Pascal Struijk. Hoe ben je ooit voetbalmakelaar geworden? Ik ben begonnen op mijn 23e, denk ik. Ja? Toen een tijd was ik denk de jongste van Nederland met licentie. Juist. Moest nog licentie halen. En eigenlijk was mijn doel altijd om in de sport te werken. Zij niet actief, ja, dan passief in deze vorm. Ja. Dus het was of sportjournalist, nieuwe Mart Smeets, of dit beroep. Juist. Misschien een gekke vraag, maar waarom zijn voetbalmakelaars eigenlijk nodig in jouw ogen?
omdat de voetbalwereld die verandert heel snel. Ja. Dus op het moment dat je als speler zijnde zelf je transfers moet afronden of zelf je contracten moet regelen, dan heb je ook geen focus meer op het hoofddoel als voetballer, en dat is presteren op het veld. Hm. Want er zijn ook heel veel mensen, de critici, die zeggen van joh, die voetbalmakelaars, ja, dat zijn een beetje parasieten, hè, in de voetbalwereld en we zijn ze liever kwijt dan rijk. Ja, natuurlijk heb je slechte voetbalmakelaars. Dat komt ook door het feit dat er geen licentie nu meer nodig is. Dus ik ben voorstander van om die licentie weer terug te roepen. Ja. Maar ik denk juist dat in zo'n wereld waar jonge jongens heel veel geld kunnen verdienen, dat begeleiding heel erg belangrijk is. Welkom in het huis van Pascal Struik. Jullie zijn niet koffiedrinkers, hè? Vaak alleen voor voetbal. Ah, oké. Maar ik hou niet echt van sterke koffie. Nee. Dus hoe minder sterk, hoe beter. Hoe beter. Ik heb wel eens een espresso gehad voor de wedstrijd. Vreselijk om te drinken. Ja, maar dat is één slokje. Ja, maar wel goed voor de wedstrijd, want dan voel ik me fris. Ja, voel je fris erdoor? Ja? Ja, ik, nou, wakker. Maar geen energiedrank of zo in plaats van koffie? Nee, ik hou niet van. Veel mensen drinken ook Red Bull voor de wedstrijd. Nee, dat zou ik niet. Maar Gatorade of zo. Jij hebt Lucozade. Hebben jullie een contract onderling of is het ook gewoon op goed vertrouwen? We hebben een contract onderling, ja. Ja, ja. Ja. En werkt dat met alle spelers zo? Of? Met bijna alle spelers hebben wij een contract, ja. Ook omdat spelers willen het ook wel graag. En wij willen het ook graag. Het geeft een bepaalde zekerheid, een bepaalde rust. Zo'n contract is maar maximaal 2 jaar. Dat zijn dan, is de regelgeving van de FIFA. Dus wij moeten wel elke keer laten zien dat we Pascal en Abby goed begeleiden. En dat we het beste, het maximale eruit halen. Dus voor ons is er wel constante druk om te presteren. Voor hem natuurlijk op het veld en voor ons dan naast het veld. Heb je voorbeelden of hebben jullie voorbeelden van ja, wat Tim dan voor jullie gedaan heeft? Wat hij heeft betekend? Nou, bijvoorbeeld hier, we hebben nu ons eerste huis gekocht. En gevraagd naar alle hulp mogelijk eigenlijk. Maar ook een van de eerste contactpersonen waar ik dan naartoe ga, is Tim. Omdat ik weet dat hij zoveel contact heeft en kennis waarschijnlijk ook over deze dingen en ervaring. Dus hiermee. En waar bel je hem dan voor? Alles. Ja, maar dat moet ook. Hij moet me ook voor alles bellen. Ja, ja. Hij moet gaan voetballen. Zelfs ik kan hem eigenlijk over alles dingen vragen. Ik vraag niet heel veel, want ik heb geen idee over wat ik dan van dingen zou moeten vragen. Maar het is gewoon gezellig ook als hij langskomt. Het is niet alleen van, oh, we gaan business doen. Het is ook gewoon, oh, Tim komt langs, gezellig. Niet met iedereen vind je direct een klik of is het direct ook gezellig echt, maar het was direct gezellig. Ja. En 4,5 jaar later nog steeds precies hetzelfde. Juist. Dus ik ben hier eigenlijk voor de gezelligheid. Ja. Ja. Zo zou ik het wel kunnen zeggen eigenlijk. Ja. Ja. Volgende week in Next Gen Voetbalmakelaars. Dit aanbod slaat nergens op. Het is een contract voor een wisselspeler. Nou, wat ontbreekt eraan? De getallen breken eraan.